De voorbereiding is begonnen, ook voor de voetbaljeugd in Amsterdam. Ajax onder 17 tegen Utrecht onder 17, dat getraind wordt. Daar zien we hem in beeld door good old Freddy Vierklauw. Ook voor het team van Jurie Roosen, bijgestaan door Ronald de Boer. Natuurlijk heerlijk om weer wekelijks te voetballen tegen andere clubs. Begin van onder 17 is direct veelbelovend. Eén keer raken, soms twee keer en daar Fink weggestuurd. En Fink zorgt dan voor 1-0. Sky Fink, na een vervelende periode met blessures, nu weer helemaal terug. En de complimenten, ook te horen vanaf de zijkant natuurlijk ook voor het prachtige overzicht bij Timo Jansen. Utrecht onder 17 won in de voorbereiding al van AZ, PEC en Almere. Is er natuurlijk op gebrand, ook een goed resultaat te halen op de toekomst. Hier kan het 1-1 maken, de spits gaat dat ook doen. Dat gebeurt na een vervelende fout bij centrale verdediger Nick Verschuren. Daar de twijfel, de struikelpartij. En dan het profiteren van deze nummer 9. Hij, Roy Steur, gepasseerd. Goed gedaan. 1-1, dan de stand. Deze bal komt goed door. Terecht bij Rico Speksnijder. Sinds kort in het bezit van een contract bij Ajax. Jermaine Rijsseldam. Vorig jaar overgekomen van de AFC 34. Het overzicht dan. En de paas is goed naar Olaf Gorter. En Gorter doet dan dit. Wat een goede knal van de middenvelder van Ajax. Deze nummer 10. En dan de voorsprong voor de Amsterdammers. Even goed leggen en dan vuren. Ajax dan beter. Vaker de bal. Combinaties bij Vlaag ook uitstekend. Hier is de kleine Timo Jansen en daar de grote kans voor Sky Fink. Had zijn tweede moeten zijn, maar de keeper redt goed. Meer geluk dan wijsheid wellicht, maar hij houdt hem tegen. Daar dan Verschuren. Die kennen we nog van dat momentje eerder. Maakt hier dan bijna zijn fout goed. De selectie van Ajax onder 17 natuurlijk niet helemaal compleet. Een paar spelers doorgeschoven. Heeft natuurlijk ook weer te maken met de vakantie. Voor veel spelers nog van Ajax 1. Natuurlijk wel een goede mogelijkheid voor wat jongere spelers. Ook om zich te laten zien aan de trainers aan de zijkant. Hier dan Utrecht. En daar dan wel de 2-2. Daar is hij weer, de spits. Goed voor zijn man gekomen. De paas trouwens ook perfect op maat. En Steur heeft dan het nakijken. Nog altijd de eerste helft. Er gebeurt genoeg op de toekomst. Daar Utrecht weer vertrokken. En daar de sprint ook van de aanvoerder van Ajax onder 17. Die zit daar goed tussen. Aanval nog niet voorbij, nu wel. Een verademing natuurlijk voor deze spelers om weer tegen andere clubs te spelen na die eindeloze sessies onderling vorig seizoen. Dat zijn dit heerlijke dagen. En dat is te zien ook. Kijk maar eens, dit is prachtig voetenwerk. Het hakje, Jansen dan met de voorzet, maar die is niet helemaal goed. Bovendien lijkt Rico Speksnijder niet echt een kopper te zijn. Gewoon voelen, precies. Roosen, die wist daar wel raad mee met dat soort ballen in zijn tijd. Tweede helft dan, stand 2-2. Met Gabriel Reiziger. Buitenkantje rechts, goed gegeven. Krijgt hem dan hier terug en daar is dan een goede kans op de 3-2 voor Ajax. Zoontje van, niet te missen natuurlijk. Gabriel Reiziger. Maakt mooie stappen in de jeugd van Ajax. Valt bovendien heel goed in. Hier is hij weer, Reiziger. Goed gekeken naar Speksnijder. Utrecht dan weer aan de andere kant. Linksback mee opgekomen. Daar is een goede kans en daar ook prima keeperswerk van Roy Steur.
laat zich daar dan toch goed zien, deze keeper van onder 17. Verschuren. Gaat hij dan weer op avontuur? Eerste helft liep dat niet goed af, nu wel. En Verschuren krijgt hem dan hier zelfs terug en verdient een penalty. Ja, zijn verdiensten. Gebrand dus om die fout van de eerste helft goed te maken. Lange passen. En hier kan de scheidsrechter natuurlijk niets anders dan de bal op 11 meter leggen. David Wouten achter de bal. En die maakt geen fout. En zo staat Ajax met 3-2 voor. En is dat bovendien de laatste actie van deze wedstrijd. Een oefenzege voor Ajax onder 17. Dat wint met 3-2 van het team van Freddy Vierklauw.